Yes, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van Metro Exodus. We gaan natuurlijk weer verder waar wij gebleven zijn, want ik ben op dit moment onder terug naar de Aurora die hier voor me staat om natuurlijk de maps in te leveren. We kwamen naar de woestijn om deze maps die wij dus al hebben gevonden in de bunker te vinden. Het enige probleem is een beetje in de woestijn dat we heel weinig brandstof nog hebben voor de trein. En ook nog heel weinig water hebben om überhaupt zelf te overleven. Dus ik weet niet precies hoe dit gaat aflopen. Maar vind je het leuk? Ram natuurlijk zoals keihard op lijn op zak. Super doof. Vind de tekst natuurlijk ook allemaal voor de support. Yo! Is goed, jongen. Er is echt een hele zandstorm buiten gegaan. Dus ze zitten hier allemaal binnen, zoals je ziet. Je lag lekker te slapen, joh. Uncle Artyom, I wanted to ask him. Shh, don't get up yet. Uncle Artyom has to talk to the colonel first. Zul je wat aan me vragen? Okay, moeten we even onthouden, ze wil dus wel wat aan me vragen. Iedereen staat hier binnen, joh. Mirror die is nog even over de radio aan het praten, dus we moeten nog heel veel wachten. Hij ligt hier ook lekker te pitten, joh. Moet je kijken, man. We are all so anxious here. Het is wel een beetje een creepy plekje waar we zijn, dat moet ik wel eerlijk toegeven. Enige stoel die er staat, dus ik ga hier maar even op zitten. Met de map. You got them. Great job, Artyom. Great news. Artyom got the maps. Woo! Yeah! Get started with these. I'll join you later. Yeah. There's a lot of data. Thanks. The sooner we analyze it, the better. We have the maps. Now we have to find a way out of this place. And that's the hard part. We need water for the Aurora and the crew, as you can see. Stepan, Duke, and Alyosha are done with dehydration already. We also need fuel. The local bandits have it all. I had already contacted their so-called baron. But his terms proved to be unacceptable. He told us where they get the water, but naturally, the well is guarded. Damir recounts the place and says we could infiltrate it stealthily. Oh. So, Artyom, when you're ready, go rendezvous with Damir. Is goed. Your goal is to bring water to the Aurora. Failure is not an option. Daar heb ik door, jongen. Good luck, Artyom. We are all counting on you. Crest, how's the weather? The storm seems to be over. I'll go back to the post. Yo, de storm is weer voorbij. Dus dat houdt in dat wij ook weer naar buiten kunnen, zonder dat we last hebben van de zandstorm. What do you think of our situation, Artyom? Not so good, huh? Nope. Now besides, we had guests to give them our best welcome, naturally. The beast ran straight into Stepan with his mint grinder, and he just minced them. We rushed out, but only saw the bodies. One of the bodies, bled, was Stepan's. Now, at first, I thought the bastards got him. He didn't even have a scratch on him. It was a freaking heat stroke. He's down in the station building now, resting. The rest of the guys are not in a great shape either, so... if those oil bandits decide to put real pressure on us... we are screwed. Alright. En je hoort het van hem. Because I think that Guild Lady is trying to use us as a piece in her own game, Bullet. Oh. Having us take those bandits out would play right into her hand. Though if we are all out from dehydration by the time they arrive, that plan will backfire big time. Hij vertrouwt die vrouw niet helemaal zoals hij zegt. Maar wat ik meteen eventjes snel doe, is ik wil eigenlijk even de trein in om wat ammo te maken. Maar hij zit hier dicht, dus even kijken of er ergens anders een opening zit. Want ik ben namelijk al mijn ammo kwijt. En ons doel is dus om water te halen. Ik denk alleen niet dat we de trein in kunnen op het moment. Dus dan moeten we het eventjes doen met de ammo die we hebben. Maar waar moeten wij precies naartoe? Wij moeten... helemaal naar de andere kant. Wat ik dan ten eerste doe is ik ren eventjes naar de auto. Want de auto staat natuurlijk nog steeds waar we Anna hadden ontmoet geparkeerd. En dan kunnen we via de auto kunnen we gewoon meteen naar onze objective toe rijden. Om dus water te halen. Want we hebben water nodig ten eerste voor de trein.
En ten tweede natuurlijk voor onszelf. Want ja, in een woestijn ga je zonder water niet kunnen overleven. Dus ik haal ten eerste even de auto op. Als het goed is, is dat de auto daar voor ons. Dus hij staat er gewoon nog, joh. Hey, I like it. We hebben hem hier natuurlijk geparkeerd. En zo te zien staat hij nog op ons te wachten. Dus niemand heeft hem ook meegenomen. Alleen wel een beetje oppassen voor de demonen natuurlijk. Voor de mutanten. Maar, stappen de auto weer in. We hebben de sleutel nog. Moeten we alleen even zien te keren hier. Want ik moet de andere kant op. Ik kan op zich wel hier wel keren. Oké, dat gaat hier niet lukken om te keren. Wacht even. Even een stukje omrijden zo. Hoppatee, ja. Yeah. En dan moeten we hier weer het bruggetje op. Zo. Kijk. We zijn gekeerd. En de baron die gaat weer praten, hoor. Yes, sir. Oh. Ja, dat hoorde ik, ja. Hij is niet wow. Hij is er niet heel erg blij mee, zoals je zelf ook hoort. Maar holy knetter, ik word hier beschoten, joh. Dat is eigenlijk wel handig, want ik heb de ammo nodig namelijk. Zo, dat was een sniper vol op me gewoon. Ik heb hem nu wel neer. Laten we die bandieten gewoon even uitschakelen. Ik had eigenlijk niet verwacht dat ze hier nog zouden zitten, maar je ziet het. Ze zitten hier wel degelijk, joh. Ja, ik schakel gewoon iedereen even uit. En dan neem ik meteen hun ammo mee. Oh, ik moet wel healen. Ze hebben snipers er staan, joh. Oh, hij staat bovenin gewoon. Kijk. Oké, die is ook neer. Zullen er nogal meer zijn, hoor. Maar ik heb even kogels nodig. Het spijt me zeer, vriend. Je bent toch al neer. Even snel kogels meenemen, want ik heb niks meer namelijk. Zo, alle ammo mee die we kunnen. Alright, we hebben weer nieuwe kogels. Voordat ik doorrij, kijk ik eerst even of het hier nu wel clear is. Want ik heb geen zin dat ik zo meteen doorrij en dat de auto bijvoorbeeld kapot gaat. Dat moeten we natuurlijk niet hebben op het moment. Dus even snel checken of het clear is. Zo, wat een gebouw is dit, joh! Er liggen nog wel ook spulletjes. Dankjewel, jongens. I appreciate it. Zo. Dan klimmen we nog even naar boven toe. Kijken we nog even snel of er ook spullen boven liggen. En dan pakken we daar een auto en dan rijden we verder naar het rendezvouspunt. Want we hebben natuurlijk water nodig. Zo makkelijk is het. Hop, spulletjes mee. Dat is zo'n beetje wel. Ja, ik zie verder ook niks meer. Het is geen zipline die ik kan pakken, hè? Nee, oké. Dan moeten we gewoon even met een trappetje gaan. Gaan we weer terug naar beneden, pakken we de auto en dan rijden we door. Ze hebben dus wel een soort van wachtpost ook staan overal. Dus ja, het is wel leuk om met die auto natuurlijk overal naartoe te rijden. Maar ondanks dat we die auto hebben, moeten we nog wel echt goed opletten dat ze niet ons helemaal vol knallen gewoon. Want ze staan dus wel op sommige plekjes gewoon op ons te wachten. Alright, we zijn weer beneden. Klein beetje een omwegje genomen, maar ik wist niet helemaal waar ik naartoe moest. Ja, er zal vast en zeker daar nog wel meer liggen, maar ja. We hebben er ook niks aan om alles te doorzoeken. En dan moet je kijken, joh. Oh. Je zou er maar opgehangen worden, joh. Oei, 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 oei. Stappen we weer in. Dan gaan we weer verder. Ik moet alleen even kijken. Ik denk wel dat ik hier de rechts langs kan. Ze hebben ook gewoon een wegblokkade neergezet. Dus ik denk dat ik zo rijd dat ik wel langs kan. Ik moet ook een beetje oppassen dat ik wel op de weg blijf rijden. Want ja, we weten natuurlijk niet wat er allemaal schuilt buiten de weg om. En helemaal die gaten hier met dat kokende water. Of olie of wat het ook is erin. Het is wel een beetje tricky. Even kijken. Als we de weg volgen. Ja, als we gewoon de weg volgen dan komen we op het goede punt uit. Dus laten we daar naartoe rijden. Spiegels zijn kapot. Kan ik niet meer in en uitvoegen gewoon. Moeten we hier naar rechts? Of moeten we hier rechtdoor? Rechtdoor. Beetje een doolhof zo in de woestijn. Alles lijkt natuurlijk ook op elkaar. Kijk, hier zitten geen vijanden. Er zullen nog wel wat spullen daar op die boot liggen. Nou, er liggen overal spullen. Hier nog wat mutanten. Kijk, hallo jongens. Hallo. Doei. Doei. Het is handig. We kunnen gewoon over ze heen rijden. Dat is veel makkelijker dan schieten.
Ik weet wel dat ik die auto niet meer laat staan ook. We gaan gewoon altijd de auto nemen als we ergens naartoe rijden. Want ik voel me toch wat veiliger erin namelijk. En dan moeten we er ook al bijna zijn. Ik denk dat het hier is. Even kijken hoor. Is het daar? Oh, we zijn er al langs joh. Het is een stukje terug. Of achteruit. Het is hier links. Oh kijk. Er staat al iemand. Yo, ik ben er. Ik ga mijn wapen wegdoen, want die hoort bij ons. Zo. Are you ready? Yes, sir. How are the guys doing with no water? Moi. Niet zo heel goed. While you were away, I scouted it out a bit. Gul says lots of people used to live in these caves. There was basically a real town. Wow. But then the geysers opened up and they all had to flee. As you might suspect, We're approaching the spring through the back door. Let's go! Yo, ik volg je jongen. Hoppatee. Well, the bridges are burnt now. Let's climb a bit higher to get a better look around. The cave isn't going anywhere. Het ziet er wel een beetje tricky uit hier. Ik ga snel eventjes hier naar binnen toe. Kijken of er nog wat ligt. Het is allemaal meegenomen, zie je dat? Er ligt hier verder ook niks meer. Dus ik volg je, jongen. Hij is hier volgens mij naar boven gegaan. Ja, ja, daar staat hij op ons te wachten. Sorry, ik werd even afgeleid, man. Dat spijt me. hij was zijn spieren aan het strekken. Dat vind ik mooi. Oh! Wow, that's some noise! Er woonden hier gewoon allemaal mensen, hè. Dat is toch ongelooflijk gewoon eigenlijk. Mijn zaklamp opladen, zo. What's that? Huh? Oh, wow! Wow! Allemaal vleermuizen, joh! Stupid bats. Ga jij maar als eerst, ik volg je wel. Ja. Yeah. This place is totaled. When setting out, I kind of had hopes of finding something about my people, if not my relatives. But now I find out. And it hurts. We kunnen daar nooit naar binnen toe. Het is daar helemaal kapot namelijk. Rustig dan de rotsen af naar beneden toe. Hop. Hop, zo. Oh. Right at the entrance. Ja, hier kunnen we naar binnen toe. Get ready, Artyom. Charge the torch, check the filters, and other. Yes, sir. Die is opgeladen. I have this feeling of vaguely unknown. Alles reloaden. Well, to hell with the feelings. Here, let me give you a boost. Een moment, Damir. Ik pak heel even mijn backpack erbij, want volgens mij kunnen we zelf ook kogels maken. Ja. Medikitje erbij. Dan kijk ik even snel of ik nog iets kan maken of mijn wapen op een manier beter kan maken. Oh, we kunnen suppressor op. Is dat een shotgun doen? Ja, maar daar hebben we niet zoveel aan eigenlijk. Oké, hier, suppressor. Ja, maar dan gaat de damage van omlaag. Weet je, ik ga het niet met suppressor doen. Ik vind het namelijk overbodig als ik eerlijk ben. Ik heb even snel alles gecheckt. Ik ben er klaar voor, man. Let's go. We kunnen naar boven toe. Hij geeft me een setje. Kijk eens aan. En dan zijn we binnen. Ik ben wel blij dat we een keer niet iets in ons eentje hoeven te doen. Of hij gaat hier de... Och, te houden! Je moet wel met me meelopen hoor, Damir. Want ik hou hier niet zo van namelijk, als ik eerlijk ben. Even andere kogelsoort aanzetten. Zo, nieuw magazijn erin. Op het thee. Nee, ik ook niet. Ziet er niet heel lekker uit. Oh. Oh, wait. Artyom, masks on. Yo, ik doe mijn masker op. Zie radiatie. Moet je kijken, joh. So, the war really did put people back into the Stone Age. Cave, paintings and all. Ja.
Je moet iets als je niks meer hebt, hè? Ik loop alvast een stukje naar voren. Hij is nog naar... het schilderij aan het kijken aan de muur. Maar oh... Hier hebben gewoon mensen gewoond, hè? Moet je even nagaan, hè? Nieuwe filters, dankjewel. Holy knetter, joh. Dit is niet normaal, hoor. Oh, how many people lived here? Everything is built up. Holy knetter. Staat wel echt allemaal op instorten hier. We kunnen alle fakkels aansteken. Ik doe dat wel, want dan hebben we wat meer zicht namelijk. Oh! Holy Jesus! Serieus, jongens? En wel blij, ik ben een keer zo nu niet in mijn eentje. Dus Damir die schiet natuurlijk nu ook met ons mee. Maar maat! Kunnen ze ons niet even waarschuwen? Reloaden. Ik pak even mijn andere wapen erbij. Zo. Het gaat even wat makkelijker met die shotgun. Kost me wel echt knijten van kogels, maar... Ik schrok me helemaal kapot, jongen. Ja, hé, hey, laten we verder gaan, ja. Je kan rustig praten, jij, maar... Ik moet eerst even mijn wapen opladen en ik moet mijn filter vervangen. Yes, sir. Mijn wapen opladen, zo. Meteen een filtertje vervangen. Die is niet meer goed en dan kunnen we weer verder. Ik heb nog maar 10 shotgun kogels, hè? That's it. Dus als ik ergens kogels vind, dan moet ik die echt meenemen gewoon. Hoor je dat? Dit klinkt niet goed hoor. Ho! Zo! Pas op hoor! Ja, dat denk ik ook, ja! Oh, dit zijn er echt knijtje veel, jongens. Je hoort ze allemaal. Ja, dan komen ze naar boven toe. Ik moet op mijn hoofd schieten. Ik heb er anders helemaal niks aan, namelijk. Oh, dat werkt wel goed, ja. Dankjewel, Damir. Ik laat Damir gewoon veel schieten, want hij zal wel genoeg ammo hebben. Oh, achter me! Dankjewel! Gewoon een molotov gegooid, die hebben we namelijk ook nog. Ik gebruik ze bijna nooit. Maar het is wel handig om ze te gebruiken. Dit zijn er echt veel hoor, jongens. Ik heb nog 31 kogels. Staat er nog één achter, zie je? Headshot. Oké, we kunnen verder hoor. Yes, sir. Gaan we even snel kijken of er nog ergens wat loot ligt en wat kogels. Yo! Het is helemaal verlaten, dus je kan ook nergens kogels vinden. Maar we hebben echt een probleem als we nu in een nieuw gebied komen. Met nieuwe mutanten. Another cave in. Filter vervangen. My filter is almost done for. Ja, we moeten snel zijn. Look, light. Here. Ik heb mijn flashlight uitgezet. Want we komen nu. Well, the air seems all right. Masks off. Yes, sir. In een gebied waar waarschijnlijk nog wel bandieten zitten. Ik ga heel vast eerst. Oh, kijk. Zit hier zeker weten wel bandieten, ja. Gil says the locals follow every word the oilmen say. So let's try to do it quietly, without the unnecessary bloodshed. The slaves are innocent. Oké, ik snap hem. Ik snap hem. De slaven zijn onschuldig. I'll move there and hide behind it. The gate is controlled from that tower. When you open it, I'll rush the car through and you leap atop the tank. Yes, sir. Good luck. And try not to kill anyone but the oilmen, alright?
Ik ga mijn best doen. Ik ga nu wel de suppressor aanzetten. Want ik denk dat dat handig is namelijk. Mochten we dan moeten schieten, dan horen ze het natuurlijk niet. Dus ik ga heel even naar mijn wapens toe. Dan zet ik even op de AK, zet ik eventjes een suppressor. Zo. Hoppatee. 30 kogels, alles wat we hebben. Kijk, kijk, dat zijn de slaven, dus daar moeten we niet op schieten. We moeten echt alleen maar de mensen uitschakelen die slecht zijn. Kijk, hij dus. Hij moet neer. En de slaven niet. Je het lampje uitzetten. Zo. Dit is tricky joh, wat we nu doen, echt waar. Te heel veel wachten hier. Dat gaan we sowieso zien. Oké, ik kom weer naar beneden toe. Sorry hoor, maar ik moest wel verschieten. Schakel natuurlijk niet de slaven uit. Ik hoor ook honden. Snel de loot meenemen. Dankjewel jongens. Ik zie die slaven geven zich ook al over. Dus dat is goed. Dan hoeven we die niet uit te schakelen. De rest schakelen we wel uit hoor. Daar ga ik ook niet mercy over hebben. Ze weten alleen nog steeds niet waar ik ben. Dus dat is wel een goed teken. Rustig naar boven klimmen. Niks in de hand. Ik zie dat ze daar ook een lamp hebben. Dus ik ben blij dat we daar al weg zijn. En oh, het kraakt hier jongen. Oei 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 oei. Waar zijn alle vijanden? Dat is een slaaf. Pas op voor die honden, pas op voor die honden. Ze hadden volgens mij nog een hond, of niet? Ik vind het eigenlijk niet erg dat ze me hebben gesnapt. Ze weten alleen nog steeds niet waar ik ben. Ja, nu wel. Nu weet je het wel, hè? Komt dat ik niet zo goed kan aimen. Sorry. Yo, dankjewel, Damir. Wil je nog een hond? Je hebt het goed opgevoed, hondje. Denk dat je me niet aanviel. Okay, alle slaven die zijn nog levend voor nu. Au, 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 au. In de rug zit er een ergens. Geen idee wie er om me schoot, joh. Ik ga gewoon naar boven toe. Hé, hey, maat. Hoe sterk ben jij wel niet, joh? Gek. En wie is me aan het kofferen, daar ben ik ook wel blij mee. Wat? Dankjewel, Demir. Goed gedaan. Lekker, die heb ik. Zo, Demir die heeft er veel uitgeschakeld, Jules. Zo, die kwam zo in de flank. Dus ze hebben hem ook helemaal niet gezien. Alleen kogels heb ik nog steeds niet, Demir. Oké, laten we onze shotgun erbij pakken. We gaan gewoon naar boven klimmen. Dat is waar we naartoe moeten. Er zitten nog meer bandieten hier hoor. We komen steeds hoger. Volgens mij moeten we daar uit zien te komen. Dan ga ik via deze kant niet komen. Ik moet eerst hoger zien te komen. Via hier kan ik er overheen. Ik zie geen vijanden, dus ik kijk even snel of hier nog wat spulletjes liggen. Niks hè. Nee, helemaal niks. Alright, dan lopen we weer verder. Hier moeten we zijn namelijk. Geen bandieten? Nee, dan kan ik de schakelaar overhalen. Zo, Damir die hielp me daar wel eventjes, joh. Oei, 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 wat er zaten er veel. Oh, ik word beschoten, joh. Hij rijdt gewoon, die gek. Oh, Lieknetter. Ik hou mezelf vast. Oh, we hangen ernaast. Hij rijdt als een gek, joh. Het is wel goed, we hebben geen enkel van de slaaf aangevallen.
We hebben echt alleen maar gefocust op de bandieten. En hij heeft gewoon die auto gepakt en hij is gaan rijden, joh. Met het water erbij. Precies. Looks like they aren't giving chase. Oh, joh. Gassen, jongen. We hebben water. Daar ging het om deze missie. We hebben water. Dankjewel. We mogen heel even slapen op de weg terug naar de Aurora. Maar we hebben nu dus water weten te stelen. De bandieten zullen daar niet heel erg blij mee zijn. Maar hoe dit gaat aflopen, dat gaan we vanzelf weer merken. Dus mocht je hebben genoten van deze aflevering, ram natuurlijk zo'n keihard lijn op. Zou ik super, super doof vinden. Bedankt natuurlijk allemaal voor het kijken. Bedankt natuurlijk allemaal voor de support. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye, mensen.